In Nederland barst het van de verenigingen en de stichtingen. Het is het grootste sociale netwerk van ons land. En heeft een hele belangrijke maatschappelijke functie. De Rabobank is al lange tijd verbonden met het Nederlandse verenigingsleven en gaat nu nog een stapje verder. Vandaag rij ik door het land om te ontdekken hoe zij jouw vereniging kunnen helpen bij de zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen van nu. Zoals het bezuinigen op vaste kosten of het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Mijn eerste stop is Enschede. Daar is Avanti Wilskracht een groot project gestart en heeft de hulp van de Rabobank ingeroepen om dit in goede banen te leiden. Avanti Wilskracht is een omnisportvereniging. We bieden meerdere sporten aan, waaronder voetbal, handbal, streetdance, gymnastiek. En op die manier proberen we een belangrijke functie te vervullen voor zowel de wijk als de omliggende omgeving. En met welke vraag zijn jullie naar de Rabobank gestapt? We hadden het voornemen om met een aantal verenigingen hier in de nabije omgeving gezamenlijk op te gaan trekken. Het is heel simpel om te gaan zeggen van ja, we gaan samenwerken. Ja, oké, we gaan samenwerken. Maar wat houdt er dan in? Wie gaat daar wat voor doen? Hoe maak je afspraken met elkaar? Hoe gaat het proces eruit zien? Wat is het tijdspad? En met die bestuurlijke vraagstukken heeft de Rabobank ze dus geholpen. Maar dat is natuurlijk niet het enige waarvoor je als vereniging bij de Rabobank terecht kunt. Daarom heb ik afgesproken met Antoine en Marieke. Zij weten alles over de Rabobank verenigingsondersteuning. Wij steunen met ongeveer 57 lokale Rabobanken een 300 verenigingen en stichtingen in het hele land. En dat doen we op heel veel verschillende manieren, maar met name toch wel gericht op het vrijwilligersbeleid, op structurele inkomstenversterkingen en het professionaliseren van het bestuur. Verenigingen en stichtingen zijn voor ons het cement van de samenleving. Daar ontmoeten mensen elkaar en het leggen van die verbindingen vinden wij als Rabobank heel belangrijk. En hoe is de Rabobank er dan bij betrokken? Nou, we zien dat verenigingen het best lastig hebben, vooral op bestuurlijk niveau. Bestuurders hebben uitdagingen om nieuwe bestuursleden te werven of om vrijwilligers te vinden om diensten te doen voor de vereniging. En daar kunnen wij ze samen met NOC en NSF ontzettend goed bij helpen. En zo worden we eigenlijk niet alleen sponsor, maar vooral ook partner van het verenigingsleven. Dat klinkt als een goed verhaal van de Rabobank. Je kunt als vereniging dus met allerlei vragen aankloppen voor ondersteuning. Niet alleen met financiële vragen. Ik hoorde van Antoine dat ze in Nijmegen ook met een bijzonder project bezig zijn. Onder aanvoering van de Nederlandse rockband De Staat. De Basis is een initiatief van een aantal enthousiaste muziekprofessionals in Nijmegen, waaronder wij zelf. Om hier iets te vestigen waar professionele muzikanten of aankomende professionele ambitieuze muzikanten kunnen werken op hoogwaardig niveau. Dat wil zeggen dat er een hele goede studio komt, dat er goede oefenruimtes komen, maar ook een kantoor en er komt een hotel waardoor buitenlandse artiesten hier ook kunnen overnachten. En wat was de vraag die jullie bij de Rabobank hebben neergelegd? De vraag aan de Rabobank was: kunnen jullie ons helpen met onze campagne, met dit publiek maken? We willen heel graag dit op de juiste manier in de markt zetten eigenlijk. Aan mensen laten zien wat voor tofs hier gebeurt. Dus er is een mediastratege die ons helpt bij de online campagne en bij de fysieke campagne. En we mogen ook middelen van de Rabobank gebruiken om onze campagne verder uit te bouwen. Mijn volgende en laatste stop is in Eemnes, waar ik een afspraak heb met Marcel van toneelvereniging Deo et Arti. Zij hebben het voor elkaar gekregen om als een van de weinige toneelverenigingen in Nederland een eigen theater in hun beheer te hebben. Maar daar komen natuurlijk ook de nodige kosten en onzekerheden bij kijken. We zijn op de Rabobank afgegaan om te kijken daar waar zij een bijdrage konden leveren aan projecten op het vlak van duurzaamheid. Want op het moment dat wij onze energierekening omlaag kunnen brengen met behulp van de Rabobank, zijn we in staat om middelen beschikbaar te krijgen om te kunnen besteden aan bijvoorbeeld interessantere stukken, duurdere stukken of misschien wel af en toe het inhuren van een regisseur. En hoe is de aanvraag verlopen? Heel kort ben ik in contact gekomen met de persoon binnen de Rabobank die hiervoor verantwoordelijk is. En al vrij vlot zaten wij met een aantal andere verenigingen uit de regio op een wat zij toen de tijd noemde een introductieavond. En op basis van die eerste avond zijn wij gevraagd om een pitch in te leveren. En dan werd er uit een hele groep van verenigingen, sportverenigingen, creatieve verenigingen, toneelverenigingen, werden er een aantal geselecteerd waarvan zij vonden, hey, wauw, dat vinden we interessant, daar willen we een bijdrage. Nou, daar waren we natuurlijk heel blij mee. Vervolgens zijn we in een intake terechtgekomen. Op het een op het andere moment hadden we de nodige adviseurs over de vloer die met ons gaan kijken hoe we invulling gaan geven aan het plan wat we zelf hebben ingediend. Zo, we weten nu wat de Rabobank verenigingsondersteuning voor jou kan betekenen. Als ik een vereniging was, dan zou ik het wel weten. Snel contact opnemen. En hier kun je het allemaal nog even rustig nalezen.